Met de verlenging van de Air Operator Certificate van Suriname Airways kan het proces om de B37-800 voor de regio een widebody vliegtuig voor de Mid-Atlantische operatie worden voortgezet. Het reizend publiek is met de verlenging verzekerd van adequaat en kwalitatief luchttransport. De vliegfrequenties, met name naar Miami en Amsterdam, kunnen op korte termijn nu ook geleidelijk aan worden opgeschaald. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een interim management team geïnstalleerd voor het Mungra Medisch Centrum in Nikeri, die ondersteuning zal bieden aan het directieteam. De aanstelling is voor 3 maanden en onbezoldigd. De komende periode zal er worden gewerkt aan de knelpunten binnen het ziekenhuis. Tijdens een bezoek van de staatsminister voor Energie van Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, zei president Santokki dat de samenwerking tussen beide landen in het kader van het versnellen van de economische groei verder kan worden geïntensiveerd binnen zowel de publieke als de private sector. De Qatarese maatschappij deed in 2021 een bod in het ondiepe offshore en werd geselecteerd als de winnende bieder van blok 6 en 8. Het staatshoofd heeft ook in zijn rol als CARICOM-voorzitter aan de staatsminister gevraagd om ook te investeren in de voedselindustrie, om de voedseltekorten wereldwijd tegen te gaan.